initiative is at risk. None of the Golden Worlds panned out. They're a bust. We need to find more resources, but that takes people, and we can't wake them up. Now more than ever, we need a Pathfinder. We zijn de laatste jaren verwend met uitstekende RPG's als The Witcher 3 en recentelijk nog Horizon Zero Dawn. Maar dat betekent niet dat we er genoeg van hebben. Helemaal niet als BioWare uitpakt met een nieuwe game in de vorm van Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda speelt zich ongeveer 600 jaar na de gebeurtenis in de eerste drie games af. De Systems Alliance besloot dat het te risicovol was om maar in één sterrenstelsel te wonen en dus werd er een groep van 100.000 mensen en andere rassen richting het Andromeda-stelsel gestuurd om daar een nieuwe beschaving te beginnen. So you're the one who's making everything happen. Dat moet gebeuren op een aantal planeten, maar die blijken bij aankomst niet bewoonbaar. Ook loopt het vijandelijke alienras Ket rond op de planeten en dat maakt het ook al niet makkelijker. Aan Pathfinder Ryder de taak om te zorgen dat het Andromeda-stelsel toch een nieuwe thuishaven kan zijn voor mensen, Asari, Turians, Krogan en Salarians. Met die missie in het achterhoofd ontstaat eenzelfde idee als bij de vorige Mass Effect games. Je hebt je eigen schip, een crew en een flink aantal systemen en planeten om te bezoeken. Dat doe je om af te rekenen met een gigantisch aantal quests verdeeld over diverse categorieën. Andromeda biedt dus in elk geval voldoende gameplay. Die gameplay leidt je langs een zeer divers aanbod aan planeten, variërend van woestijnplaneten tot ijsplaneten en ga zomaar door. Die werelden zijn vaak mooi en nodigen ook uit tot verkennen. Dat is, mede dankzij de Nomad, een handige wagen met 6 wielen, leuk om te doen. Can't get traction. It's too steep. Switch to six-wheel drives. It'll get you up there in a snap. De planeten, ruimtestation Nexus en je eigen schip vormen het decor voor het verhaal van Mass Effect Andromeda. Dat verhaal zit aardig in elkaar, maar weet niet zoveel indruk te maken als het verhaal van de eerste paar games. Dat komt ook doordat je als speler minder snel een band opbouwt met de teamleden. Juist op dat punt was Mass Effect 2 bijvoorbeeld heel sterk, maar Andromeda komt daar niet bij in de buurt. Dat heeft verschillende redenen. De matige gezichtsanimaties zijn er onderdeel van, maar ook het feit dat er te veel nietszeggende gesprekjes zijn, helpt niet mee. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je Mass Effect Andromeda meer als een singleplayer actiegame benadert dan als een RPG waarin je verantwoordelijk bent voor een heel team. Het goede nieuws is dat de game het op die manier uitstekend doet. De gameplay is meer gericht op actie en minder op tactiek. Dat is ergens jammer, maar tegelijk werkt die actie wel goed. Het is leuk om te experimenteren met verschillende wapens en skills, op zoek naar wat voor soort personage het best bij je past. Het vechten is en blijft leuk. Het aanbod aan vijanden had diverser mogen zijn, maar door meer en betere vijanden met elkaar te combineren, blijft de moeilijkheidsgraad tot het einde oplopen. Dat is maar goed ook, want dat is wel waar het grootste deel van de gameplay in Mass Effect Andromeda om draait. Target the legs. Felt that for sure. Ben je even niet aan het vechten, dan ben je aan het rondrijden met de Nomad of ben je aan het babbelen met een van de honderden personages die je tegen het lijf loopt. In die gesprekken krijg je veel informatie mee, krijg je nieuwe quests en ga zo maar door. Dit verloopt op een herkenbare manier met het conversatiewiel dat we kennen van BioWare. Het is alleen wel jammer dat je maar beperkt invloed hebt met die gesprekken. Het algemene verhaal lijkt zelfs helemaal niet te beïnvloeden en zelfs de zware keuzes die Ryder af en toe moet maken lijken geen echte voelbare gevolgen te hebben. Dat is jammer, want ook dat is weer een van die dingen die Mass Effect 2 zo goed maakte. Het audiovisuele niveau van de game ligt uiteraard wel hoger dan bij de originele trilogie, maar dat is logisch, want we zijn een aantal jaar verder.
De game weet in ieder geval indruk te maken met mooie beelden van planeten en in de ruimte. En de geluidseffecten zijn van hoog niveau. Helaas laat de game dat hoge niveau lang niet altijd zien. Sterker nog, Mass Effect Andromeda gaat stevig gebukt onder technische problemen. In de 50 uur die wij nodig hadden om de game uit te spelen, maakten we meerdere vastlopers en bugged quests mee die we om die reden niet af konden maken. We kregen te maken met een tussenbaas die geen health meer had, maar toch niet doodging, waardoor het gevecht eeuwig door kon gaan en we dus het gevecht opnieuw moesten starten. We gingen een keer zelf dood zonder dat de game het door had, waardoor we niks meer konden doen behalve de hele game opnieuw op te starten. En we maakten mee dat er tijdens een conversatie ineens vijanden binnenkwamen die op ons begonnen te schieten. En we konden pas terugschieten als het gesprek afgelopen was, maar toen waren we helaas al dood. Dat zijn allemaal serieuze bugs en ze komen te vaak voor om te stellen dat er wel een day one patch zal komen die daarmee gaat afrekenen. Sterker nog, tijdens het reviewen moesten we al te twee keer toe een patch van 2,5 gig en 3 gigabyte downloaden en dat verhielp de genoemde problemen ook niet. Het mogen duidelijk zijn dat Mass Effect Andromeda op dit vlak in de categorie bouwval terechtkomt. Toch is dat niet hetgeen waar wij ons het meest aan storen. Game-inhoudelijke dingen als de matige manier waarop quests georganiseerd zijn, zijn erger. Je kunt nergens een goed overzicht krijgen van welke quest je nog open hebt staan op de planeet waar je op dat moment bent. En je zult dus elke keer handmatig door je hele questlog moeten bladeren om te zien of iets moet doen op die planeet. Dat had veel beter en veel makkelijker gekund. Ondanks de genoemde bugs en de bedenkingen bij de gameplay, hebben we de game wel met plezier uitgespeeld. De sfeer is goed en je beleeft veel plezier aan het verkennen, het vechten, het uitpluizen van de verschillende verhaallijntjes en natuurlijk de romances. Dat zal voor veel terugkerende Mass Effect spelers al voldoende zijn, maar dat wij van deze game in deze roemruchte serie meer verwachten, dat is duidelijk. Mass Effect Andromeda schotelt gamers een heel nieuw sterrenstelsel voor om te ontdekken, maar doet dat op zeer matige wijze. De game wordt overschaduwd door technische problemen, maar komt op fundamentele onderdelen ook slecht uit de hoek. Zo voelden we amper een band met de crewleden van de Tempest en hadden we niet het idee dat onze acties het verhaal echt beïnvloeden. Dat is funest voor een Mass Effect game. De fijne sfeer en de lekkere actie maken zeker iets goed, maar te weinig. Mass Effect Andromeda stelt teleur en mag niet eens in de schaduw staan van de originele trilogie. Part of the first wave of ARCs arriving in Andromeda, our new home for humanity.